Good morning allemaal. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We're back. Dinsdagochtend, jongens. Oeh, 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 oeh. Let's rock this day. Oh, ik heb het weer druk. Ik maak het mezelf druk. Ik was vanochtend om 7:30 wakker. Ja. Even nog in mijn bed gechilled, lekker gedoucht. Het is inmiddels. Het is 8:30. 8:45. 8:45. Ik ga even eten en mijn vlog editen die vandaag online moet komen. En om 11:00 moet ik op school zijn. Want jongens, we hebben een deadline. En we dachten dus dat we ook nog heel volgende week hadden. En toen hadden we gisteren coaching. En toen zei onze coach, maar de deadline is maandag. Dus wij dachten dat we nog een extra 7 dagen hadden. Dat was dikke vette saus. De deadline is gewoon maandag. Dus wij moeten zo hard knallen. Het is echt niet normaal hoeveel wij nog moeten doen. Maar ik hoop dat het weer zo'n gevalletje is van het lijkt veel, maar het valt eigenlijk wel mee. Terwijl we gewoon weten, we hebben echt gewoon hele hoofdstukken die we nog moeten schrijven. Kijk trouwens mijn nail art. I mean, this is quite fun, you know. Quite something different for one time, you know. Ik weet niet wat ik ervan vind. Het is raar, hè? Maar ik zie heel veel mensen dit doen. Dus ik dacht, ja, dan probeer ik het zelf ook maar een keer, toch? Het is in ieder geval tijd voor een lekker broodje met duo panotti. Heerlijk. Dat is mijn guilty pleasure, duo panotti. Oh, heb ik dus laatst een aantal weken terug weer een keer gekocht. En man, wat ben ik blij dat dat bestaat. Dit heb je nodig in je leven. Gewoon, ik pak ze gewoon even. Kijk. Witte en bruine pasta in één gewoon, jongens. Zo lekker, zo lekker. Let's make some food. Even dat maagje vullen. Ik zei volgens mij gisteren in mijn vlog dat ik wil proberen intermittent fasting om 12:00 pas eten. Nou, mij niet bellen. Het is 9:15 en ik heb honger. Ik wil gewoon eten. Ja, anders vergeet ik het ook weer. En ik vind het zo moeite om allemaal zoveel eten mee te nemen naar school. Dus ik denk, nou, ik eet gewoon hier nu gewoon heel even heel erg goed. It's all about balance, you know. Ja, trouwens, over balans gesproken. Ik zeg dat dus heel vaak. Dat ik balans in het leven gewoon heel belangrijk vind. Ik wil niet het ene uiterste, maar ik wil ook niet het andere uiterste. En gisteren was ik dus bij Roy en Bouke gaan eten in Eindhoven. En daar was mijn tante ook, Joyce, van restaurant Petit Bonheur. Want ik had haar natuurlijk nog niet vaak genoeg gezien in een week. Dus ik ben samen met haar naar Roy en Bouke gegaan. Ja. Maar goed, dat terzijde. We hadden het over sterrenbeelden. En Joyce weet heel veel te vertellen over wat de karaktereigenschappen zijn van bepaalde sterrenbeelden. Dus ik vroeg van, goh, wat weet je te vertellen over een weegschaal? Zonder te zeggen dat ik een weegschaal was. Ik denk dat ze het wel door had. En ze deed letterlijk dit, hè. Wacht. Even inzetten. Als een weegschaal weegt alles af. Ga ik dit doen of haal ik hier me uit? En dan bekijken ze welke optie beter is en dan kiezen ze erin. Het is nooit uitgesproken meteen, bam, dit wil ik. En ook in het leven merk ik gewoon, ik ben heel erg van de balans. Ik eet niet altijd ongezond, maar ik eet ook niet altijd gezond. Ik doe gezond en dan als ik dan een keer een beetje ongezond wil eten, vind ik dat ook gewoon mag. Omdat ik ook gewoon genoeg gezond eet. Het is allemaal een beetje in balans. Ik drink niet veel, maar als ik wil drinken vind ik het ook niet erg. Want ik mag allemaal in balans zijn. Dat is echt, er ging een hele wereld voor me open. Weegschaal. Alles wikken en wegen. Daarom kunnen weegschalen dus ook geen keuzes maken. En dat is dus een ding wat ik wel wist. Dat weegschalen geen keuzes kunnen maken. Want dat heb ik zelf gewoon sowieso heel erg. Dat is het eerste wat ik opzocht. Ja, een weegschaal kan geen keuzes maken. Ik ben zo blij dat ik Joep heb. Want Joep kan heel goed keuzes maken. Kijk nou, de cutie cat. Oh nee, blijf. Oh. Wajo, en daar zijn er twee. Daar is er nog één. Oh my god, ik dacht altijd dat het er één was. Het zijn er gewoon twee. Ik dacht misschien is het dezelfde. Dan heb ik waarschijnlijk verschillende katten gezien. Kijk, je ziet dat er daar achter één op het dak. Maar hier om het hoekje zit ook dus één. Die je dan in het begin zag. Wajo, er gaat een wereld voor me open nu. Dit is zo typisch, jongens. Ik dronk aan deze fles. Hier zit een rietje in. Daar moet je zo aan drinken. Wat doet Maartje? En ze gutst het zo. Ik sta echt op het punt om een jas aan te gaan doen en te vertrekken. Dit is weer
Oh, ik kan er zo gek van worden. Oké, dan moet ik dat even snel gaan feunen. Iets anders aan gedaan. Dat zie je ook goed. En ja, ik ben voor de verandering weer als te laat. Maar ja, what can you do? Het enige wat ik nu kan doen is... Oh, wow, het is zo lekker weer. Maar het enige wat ik nu kan doen is op mijn fiets stappen. Oh. Op mijn fiets stappen en ik ga met die banaan. Goed opnieuw. Jongens, we hebben echt de oplossing gevonden, hoor. Rotterdam. Kijk nou. Oh, dat wordt echt heel schoon. Oh, je ziet wel nog van die strepen. Oké, dat wordt niet. Oké, ik heb mijn twee handen nodig. I'll be back. Ik krijg niet wat wij ons gestellen. Die helemaal schoon. Ik zie mezelf nu gewoon terug erin. Ik wil die spray even filmen. Oh, kut. Nou zit ik allemaal in het document allemaal te typen. Jongens, Blitz Interior. Oh, interior. Interior. Glasreiniger. Het werkt echt. Onder de grond is. Nou, en ook dit is eenmaal schoongemaakt. Oh, maar kut. Dat doe ik dit allemaal. Ja, dat weet ik niet. It's pizza time. Oh, wat erg echt. Ja. We wilden eerst voor... Jij wilde eerst een broodje gezond. Ja. Het is nu een... Pizza margarita geworden. Nee, je moet jezelf verwennen, dat vind ik altijd. Ja. We zijn hartstikke hard aan het strijden, hè? Tussen het leren. Ja, precies. Maar dat is chill, want we kunnen lekker buiten even pizzaatje eten, you know? Zorg, treat yourself right. Zo, zo, kijk even zonnetje. Heerlijk! Heerlijk de pizza. Oh my god. Oh my god. Smakelijk eten. Oh. Zo, jongens. I am... Oh. Oh, het is echt volgens mij 4:15 of zo. Ik heb zo'n lange dag gehad. Oh, wat hadden wij het tering druk. Die deadline. Die deadline. Oh, hij komt zo dichtbij. En we hebben zo'n stress allemaal. Want we moeten nog zoveel doen. En eigenlijk echt veel te weinig tijd. Het is weer een geval. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Buiten dat we gewoon echt gaan knallen. Hold on. Dat we gewoon echt ervoor gaan en gaan knallen. Jezus, wat is het heet. Dus we zien het wel. A for effort, zo sta ik altijd in het leven. We doen ons best. Het was gewoon een heel druk project in een hele korte tijd. Dus ja, vandaag. Het komt denk ik wel goed. Ik heb gelijk even boodschappen gehaald, want bij onze school ligt een hele grote Jumbo. De Jumbo Food Market, ik weet niet of jullie die kennen. Maar daar hebben ze zoveel dat het eigenlijk ook wel heel moeilijk is om keuzes te maken. Maar ik ga curry maken vanavond met kip voor mezelf. Want ja, Ela en Fleur hadden nog restjes open van gisteren, dus dat gaan zij eten. En dan kook ik maar vandaag even voor 2 dagen hetzelfde. Of ik eet tijdens de lunch morgen, maar morgen ben ik ook weer om 10 uur op school. Ja, vandaag hadden we om 11 uur afgesproken. Van 11 tot 5 dagen zitten, jongens. Oh, ik vind die broek echt helemaal niet leuk met een t-shirt. Ja. Mijn benen lijken wel echt lang. Mijn benen lijken tering lang. Maar met zo met een t-shirt vind ik het niet leuk. Met de blazer. Ik laat het effect van de blazer even zien. Kijk, dan heb je het pak. Oh, ik sta op mijn slof. Dat vind ik dan wel weer heel catchy. Zo weer lekker nonchy. Maar alleen dat t-shirt, dat was het niet, hè? Nee. Ach ja, jongens, wat maakt de dag goed? Hè? Helemaal niks. Nou, dit is echt zo enig. Ik stond echt op het punt om een mental breakdown te hebben voor die deadline. Zoals je misschien net al een beetje aan me merkte dat ik gewoon gestrest ben. En ik open mijn Instagram en Joep had dus dit filmpje doorgezien. En dan denk ik echt, oh, jij weet gewoon zo goed wat ik nodig heb. Het is zo schattig. Don't give up, don't even do it. Yes, yeah, sir, we're all going through it. But you made it this far, so might as well keep going, friend. Oké, ik ben dus trouwens vanochtend zo ziek hard geïnfluenced door Jade Anna van Vliet. I can't. Ik opende vanochtend mijn telefoon. Het eerste wat ik zag was een filmpje van haar. Waarin ze dus 4 outfits van Most Wanted liet zien. En ja, ik heb gewoon heel die outfit gekocht. Kijk, dit was het filmpje. Ja. Dit wil je toch? Dit is het. Kijk, die laarsjes.
achterkant open. En dit zijn echte cowboy boots als je mij vraagt. Dit is toch helemaal top? Ja. Je begrijpt wel. Nou, ik ben dus naar die site gegaan. Ik heb het rokje gevonden. Ik heb de laarsjes gevonden. En ik heb natuurlijk ook het blouseje gevonden. Ik denk dat ik nog nooit zo heftig geïnfluenced ben als vandaag. Het was echt intens. Ik moest het ook meteen hebben. Want terwijl ik op de site keek, stond dat blouseje er al als in back soon. Dus ik dacht, kut, daar heb ik geen blouseje voor op het rokje met de laarsjes. Ik ging al helemaal soortgelijke blouses zoeken. Was er natuurlijk weer niet. En ik keek vanmiddag. Oh ja, dat was het. Ik liet het aan mijn groepsgenootjes zien. Van kijk, ik ben ziek hard geïnfluenced. Ik laat zien dat rokje wat ik had besteld. De schoenen die ik had besteld. Toen vroeg ik nog aan hun. Van weten jullie waar ik zo'n topje kan kopen? En op het moment dat ik het wil laten zien. Van kijk, dus dit topje stond hij dan weer in mijn maat. Dus ik dacht, wow, dat moet ik hebben. Ja, dat was heel intens. Dit heb ik denk ik nog nooit zo erg meegemaakt. Ach ja. Het is een leuke outfit. Ik vind het altijd eng om dingen te bestellen. Ik moet het altijd passen, want het zit dan weer net niet mooi. Of dan zul je zien dat het bij mij weer niet goed zit of zo, weet je wel. Of dat ik weer een verkeerde maat heb. Dat ik te enthousiast ben met mijn maatje XS. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Misschien valt zo'n rokje heel klein. Misschien valt het juist heel groot. I don't know. We zullen het zien. Nou, het is inmiddels bijna 6 uur. En ik ga dus ook lekker kokerellen. Oh. Ja, kokkerellen, dat is volgens mij echt iets Rotterdams. Dat zegt Karen altijd, mijn stiefmoeder, die komt uit Rotterdam. En die zegt altijd, we gaan zo kokkerellen. Maar heb ik al verteld dat ik kipcurry ging eten? I don't know, ik weet het niet. Maar hier zie je het receptje. Met of course de appelmoes. You know, we can't live without it. Zo, ik ben lekker even een blokje om aan het lopen. Ik zat zo vol. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ik was zo voldaan van mijn eten. Ik zei tegen Il, ik zo, moet ik even een rondje gaan lopen. Want dan kan het eten wat lekkerder zakken. Even afschakelen en dan weer lekker aan school gaan werken. Lekker aan school gaan werken. Zo, die tv is er nog. Ik dacht even dat hij met ze daar ruzie had. Maar ja, heerlijk. Lekker. Soms ondergangetje meepakken, jongens. Yo, jongens. Ik ben zo prepared voor het leven. Ik heb mijn vlog die morgen om 6 uur online moet komen. Gewoon nu al helemaal geëdit. En hij is nu aan het exporteren. Dus ik hoef daar morgen gewoon niks aan te doen. Dan heb ik eindelijk speling. Dus dan kan ik een keer een dag, als ik gewoon echt geen tijd heb, dat ik het gewoon al heb. Want als ik nu morgen dan voor zorg, dat ik gewoon de vlog voor donderdag alvast klaarzet. Dat is gewoon top, jongens. Ik lig lekker in bedje. En het is tijd om te gaan slapen. 10 uur. 10. Weet je dat nog? Voor degene die Huis en Nieuw vroeger keken. Het is 10 uur. Ik wil een speld kunnen horen vallen. Oh, wat erg. Ik kreeg echt zo'n flashback van vroeger. Nou, jongens. Ik hoop dat jullie ook een goede nachtrust hebben. En remember, ik wil geen speld kunnen horen vallen. Slaap lekker. Goodbye. Dankjewel voor het kijken. Bye.